Het klassement staat op zijn kop, of niet? Het was heel spannend. Het was super spannend. Wie zou het meest moe zijn van allemaal? Jan-Willem van het Schip is nooit moe, zegt hij. Want die houdt van Ahoy en van de mensen. Jan-Willem, jij houdt toch van de mensen in Ahoy, denk ik. Kruip eens een beetje dichter bij John. Moreno. Nou, dat is een goed ploegje. De Golden Buzzer en ook winnen nog. Klassement op zijn kop. Ja, klopt. Op voorhand denk ik dat iedereen wel een beetje stress had. Een uur vol aan de bak. Halfweg konden Jan-Willem en ik een ronde nemen. En dan die finale sprint. Ik heb hier een 30-tal supporters vandaag. Dus dan kon ik nog die extra finale rijden. Bedankt. Nou, we horen ze in ieder geval. Hey Jan-Willem, de sensation mixie ging weer aan, hè? Nee. Dus we waren aan het rondrijden. Toen dacht ik wel even, oh, nu ben ik echt een beetje moe aan het worden. Maar toen kwam het publiek erachter en dat was wel fijn. Hey, ronde voor. Jullie gaan naar de 100-puntengrens volgens mij. Dus nou, die eindzege die komt misschien ook in beeld, toch? We bekijken het dag voor dag. Jongens, succes. Johan. Ik heb zelfs een hele mooie mededeling, want de mannen gaan door de 100-puntentens. 110 punten aan de leiding in de woning Zesdaagse van Rotterdam. Ahoy! We gaan feliciteren.